Ik hou ontzettend veel van schaak. En ja, dit is gewoon het leukste toernooi moment van Amsterdam. Want het is 9 dagen lang. En het is in de zomer, dus ik heb niks anders aan mijn hoofd. Dus ik ben even helemaal nerd out. Ik heb alles gewonnen tot nu toe. Dus ik zit nu waarschijnlijk op een van de live borden. Dus dan kan mijn opa meekijken vanuit Utrecht via internet. Want die houdt ook van schaken. Af en toe speel je ook tegen kinderen van 10. Nou, die mag je totaal niet onderschatten, want die zijn natuurlijk... die zijn gewoon net zo goed als jij, of dan niet beter. Meestal beter. Het zijn gewoon lange partijen hier voor spelers van ja, alle soorten sterktes eigenlijk. We rijden 90 minuten voor een partij en dan per set er 30 seconden bij. En rond set 40 krijg je nog eens een half uur. En vaak gebeurt het gewoon dat je bepaalde berekeningen hebt gemaakt. En dan doe je je set en heb je wel vaak 10 of 15 minuten voordat je tegenstander weer een set doet. Want die moet natuurlijk ook alles goed overwegen. En dan ja, heb je wel even tijd om een rondje te wandelen. Even kijken wat je vrienden aan het doen zijn en zo. Ik probeer gewoon op mijn bord te focussen en niet te veel afgeleid te raken door andere borden. Je komt een beetje in zo'n in de flow en je bent echt heel druk bezig. En dan als dan iemand meekijkt, ja, als er echt 20 mensen meekijken, wat soms gebeurt bij de laatste partij of zo, als er nog één partij gaan is, alles afgerond. Ja, dan is het wel een beetje vervelend, want dan voel je echt zo'n enorm druk. Dan kan ik er opeens niet zo goed meer tegen.